Vandaag schetsen we het beeld van Hanneke als ons raadslid. Hanneke als liberaal raadslid met veel gevoel voor de mensen. Hanneke als hardwerkend raadslid. Hanneke als dierbare collega. En Hanneke als voorzitter van commissie en waarnemend voorzitter van onze raad. Vandaag zullen we stilstaan bij die Hanneke. Achtereenvolgens zullen de VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen het woord voeren. Daarna zal wethouder Marianne de Bie een gedicht voordragen. En zal oud-burgemeester Peter van der Velde stilstaan bij zijn herinneringen aan onze Hanneke. En ik zal de bijeenkomst beëindigen met een kort woord. Een van de mooiste eigenschappen van Hanneke, vind ik zelf, is dat zij in staat was om mensen beter en sterker te maken. Het mooiste leermoment van Hanneke was natuurlijk wel tijdens onze wekelijkse fractievergadering. Iedereen die nu bij ons als VVD-raadslid, of VVD-wethouder of zelfs als VVD-staatssecretaris actief is, kan zich die momenten waarschijnlijk nog erg goed herinneren. Die momenten waarop je met een fantastisch plan of een nieuw idee kwam. En iedereen was natuurlijk razend enthousiast. Tot op het moment dat Hanneke begon met een spervuur van vragen. Welk probleem los je hier nou in vredesnaam mee op? En waarom zou de overheid dit moeten doen? Wat wil je hier nou eigenlijk mee bereiken? De spervuur van vragen bleef doorgaan net zolang tot je in de touwen hing en eigenlijk alleen nog maar kon uitspreken: Hanneke, ik dacht ook dat jij ook voor dit voorstel was. Ja, zei ze dan met een grote glimlach op het gezicht. Maar ik wilde eigenlijk wel even testen of je er wel echt goed over na had gedacht. Waar ik naar verlang vandaag, een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin inloop. De zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen hem aan een tak. En liggen te kijken in het gras, naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik naar vandaag het meest. Onbeschrijfelijk trots mogen jullie, Julie, Huub en Sam erop zijn dat mama uit handen van de burgemeester van Breda de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau heeft mogen ontvangen. Want juist in die onderscheiding zit heel veel van de waardering samengepakt die burgers, leden van de raad en alle voelen, maar voor al dat werk dat ze voor de stad heeft gedaan. En ook dat is vaak gezegd, dat was heel wat. Ze heeft vele jaren hard en zeer hard gewerkt. Ik hoef het jullie nauwelijks te vertellen hoe keihard ze heeft gewerkt. Er zijn ook niet voor niets zoveel foto's van Hanneke te vinden. Actiefoto's van haar in een van haar vele rollen. Een onderscheiding die voor jullie blijvend zal zijn in wat ze voor anderen heeft gedaan. En ik weet dat ze dat zo graag aan jullie wilde uiten. Het is wennen. Nooit meer de lach van Hanneke. Nooit meer die stoere tred in deze prachtige raadzaal. Nooit meer de openhartige en duidelijke reactie van Hanneke. Het doet pijn. Voor jullie, als vrienden, familie. Voor jullie als kinderen. Maar ook voor ons als raadsleden, als wethouders, de mensen van de Griffie, de Bodes en alle andere ambtenaren die met Hanneke gewerkt hebben. Gelukkig hebben we Hanneke voor al haar inzet kunnen en mogen onderscheiden. Een onderscheiding die aangeeft, beste Julie, Huub en Sam, hoe belangrijk jullie moeder voor onze stad, jullie stad is geweest. Beste raadsleden, tijdens een stille wandeltocht door het Markdal, tijdens een raadsvergadering, maar zeker ook in de stille uren die we allemaal meemaken, zullen de drukke gedachten, als de drukke gedachten even uit ons hoofd zijn en er ruimte komt over echt belangrijke zaken te denken, dan denk ik dat velen van ons heel vaak zullen denken aan Hanneke van Manen. Onze Hanneke, het gedreven raadslid van Breda.